Oké. Dank u. Dag mevrouw. Wilt u een koffietje? We konden zelf kiezen of dat we strafstudie moesten doen op school of hier een paar uur komen helpen. En ja, voor mij was dan toch de keuze snel gemaakt, want je maakt die mensen daar gelukkig mee. En het is alleszins minder vermoeiend dan schrijven. Uiteraard moet een straf nuttig zijn. Niemand wil tijd verliezen. Dus het moet een effect hebben. Dus we hebben het over een andere boeg gegooid. En daarvoor hebben wij partners gezocht. En zo zijn wij in het woonzorgcentrum terechtgekomen. En wat eten betreft hier? Ja. Er zijn middagen dat al een keer minder is. Dus het is belangrijk dat we op een positieve manier bezig laten zijn en nadien achteraf daarover reflecteren. Ik ga toch wel mijn best doen voor het te proberen te vermijden. Omdat uiteindelijk had ik nu ook al lang thuis kunnen zijn. En ja, nu sta ik hier. Thuis zat ik tussen vier muren en dat ging niet. Dus u bent eigenlijk wel content dat u hier bent? Ja, ik eigenlijk wel. Praktisch bij alle jongeren die hier tot nu toe al geweest zijn, zien we dat zij ook openbloeien. Jongeren die stiller zijn op school, bloeien hier open, gaan automatisch spontaan aan de praat met een senior. Ja, zelfs jongeren die op school ook voor de nodige problemen kunnen zorgen, zien we dan hier op de werkvloer toch wel dat ze met een zeer respectvolle manier met onze bewoners omgaan. En is dat uw man? Dat is mijn man. Ja. Dat is nu 5 jaar, als het 11 november is. Ik denk dat wel, dat ze daar iets van leren. Dat ze daar iets van overhouden. Dat ze zien dat die mensen hulp nodig hebben. En dat deed dat heel goed.